Ja. Ja. Heel leuk. Leuk. Die tas past ook wel leuk bij, hè? Ja, leuk. Leuk. Kijk eens dan. Nu zijn we echt twins, hè? Ja. Hoi allemaal. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met een hele speciale gast. Stel jezelf maar voor. Ik ben Mila. Ja, en Mila is mijn klein nichtje. Je bent gewoon... Mila die, en ik lijken best wel veel op elkaar. In ieder geval, vroeger werd altijd tegen jou gezegd, want je bent net Sarah. Ja. Dat was wel grappig. Dus, wat we vandaag doen, wil je het vertellen? We gaan kleren uitpakken. Nou, Mila heeft dus samen met je moeder... Heb je heel leuk geshopt en heb je allemaal een soort jouw favoriete items uitgekozen. Hoi, daar ben ik even met een onderbreking, want ik heb iets mega vets te mededelen. Het is namelijk VIP Day bij Naked en met mijn code SARAV40 krijg jij 40% korting op alles. Gewoon alles. En dit is geldig voor een hele week. Ik moest de video gewoon onderbreken en dit met jullie delen natuurlijk, want dit is een kans die jullie niet kunnen missen. Enjoy de video. En ik heb die items dus ook precies hetzelfde uitgekozen, maar dan in mijn maat. Dus we worden gewoon een soort tweeling. We hebben gewoon een mini en een grote versie. Ik ben helemaal benieuwd. Mm-hmm. We hebben hier de hele zak vol. Superveel is het. Zullen we het maar gewoon gaan uitpakken? Ja. Vind je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En natuurlijk te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren en te volgen op Instagram. Oké, zullen we gewoon omkiepen? Ja. Ik ben benieuwd. Doei! Oh. Niet normaal veel. Normaal. Oh, we hebben hier die topjes. Deze zijn ook. Deze ja, maar daarom even nieuws nog iets. Ja, dat we die eigenlijk... Ja, hier blazen. Oh ja, en ik heb nog een verrassing voor je. Omdat jij deze video met mij wil filmen, heb ik nog een extra tasje voor je uitgezocht. Want jij wilde toch ook graag een tasje? Mm-hmm. Nieuw. Yeah. Die had ik ook gezien. Oh echt? Oh jee. Maar dat is altijd goed. Ik heb nog niet zo. Oh jee, het is goed gelukt. Nou, die kan je in ieder geval altijd met van alle stijlen. Mm-hmm. Ja. Kies jij maar een item. Waar wil je beginnen? Deze. Die is wel heel leuk, hè? Ik weet niet of ik de goede heb. Ja, je hebt XXS. Ja. Ja. Oké, okay. Wat is dit? Volgens mij is het wel een mouwtje. Oh, ja, ik vind de kleurtjes wel heel leuk. Ja, mama zag deze. Mama had ik je gespiet en ze zei ja. deze moet je. Oh, heel leuk topje. Ja, en met lange mouwen. Ja. Juist voor deze, want ik wou juist iets met lange mouwen. Want ja. Anders was het veel te koud. Ja. Super koud natuurlijk nu. Zou je passen? Ik denk het wel. Ziet er perfect uit. Jij hebt bijna alles in maat XXS en ik heb meestal maat S of maat M. Ja, gewoon een kleintje. Ja. Maar wat wel leuk is, ik heb ook Mila haar make-up gedaan. Vinden jullie het goed gelukt? Oké. Okay. Nou, top dit is de top. Goed, maar kijk, bij mij is die een beetje lang. Oh ja. Kijk, een beetje lang. Kijk, hij kan helemaal zo. Ja, bij mij is die echt perfecto. Ik heb maat S gewoon. Ik heb XS gewoon, de kleinste. Heb ik al 1000 keer gezegd. Maar die is echt leuk. Ja, hij is wel heel leuk. Dat is wel leuk, alleen die mouw, ja. Leuk, die tas past ook wel leuk bij, hè? Ja, hè? Die is helemaal leuk. Ja. Nou, gaan we door naar de volgende. Oké, okay, deze voor jou. Ja, dit is ja. een... Dit was toch die broek? Broeken zijn nogal lastig. Ja, soms zit het dan in. Ja. Want ik had een keer een broek, die qua van lengte was die goed, maar er komt nog iemand bij. Oh. Ik kon er helemaal zo. Het is veel te groot. Ja. Oké, okay, ik heb hem dus in het beige, ja, jij in het zwart staan. Zou dat passen? Hij is wel hoog. Oeh, hij is veel te groot. Oh, hij is heel lang. Misschien leuk voor het idee. Misschien ja. kan je hem over een tijdje aan, over een jaar of over 2 jaar. Denk ik wel. Nou, en ik heb hem in het hoog, in het beige. Maar dat zal vast wel passen. De broek. Oh ja, de broek. Die is veel te groot. Voor mij. Hier, zal ik het laten zien? Kijk eens. Ik sta er gewoon op. Ja, nou dat is helemaal niks. Nou, misschien... Kom ik daar misschien. Ja. Ja. Nou, en bij mij zit hij eigenlijk ook wel goed. Maar volgens mij is het wel een andere soort. Ja, het ziet er wel uit. Mag ik eens voelen? Ja. Deze andere. Ja.
En deze heb ook zo'n streepje hier. Maar ja, het is wel gewoon leuk. Welke hebben we dan? De trui. Ja, deze. Dit is een trui. Heel leuk. Voor de winter. Ik heb niet echt nog een goede winter. Oh, nou dan is dit perfect. Wat leuk. Is lekker oversized. Ja, helemaal oversized. Ja, leuk is dat. Nou, wat een twins. Ja. Dat is toch helemaal leuk. En dan de trui. Die zit ook perfect. Ja. Toch? Ik vind het helemaal leuk. Ja, ik vind het echt een leuk setje. Goed gedaan. Nu zijn we echt twins, hè? Ja. Ja. Ja, die hè. Ik dacht het wel. Oké. Dit is een glittertopje. Oh ja. Voor de kerst. Ja, deze. Toch? Ja, deze was voor mij voor kerstje. Ja. Oh. Wat is die leuk? Heel leuk. Kijk dan. Helemaal glitter. Een gelukkige broek. Nou, deze ook. Helemaal kerst. Ja. Die top is, denk ik dat die precies goed is. En die top. Ja, en de top is echt geweldig. Vind je ook niet? Ja, ik ga deze echt aan bij de kerst. Ja, deze is heel leuk. Ook voor het uitgaan voor mij. Ja, dat ga ik nog niet. Met school. Ja. Blij mee. Da. Helemaal leuk. Volgende. Oh nee, eerst even foto. De jurk. Jij hebt hem in groen. En ik in het zwart. Want... Hij was er niet meer. Nee. Hij was er maar niet meer. Wow, die is vet. Oh, ja, het is nog niet. Ja, deze is ook goed. Ja, die is perfect. Lang waarschijnlijk. Zacht, hè? Kijk eens hoe leuk. Oh, dat vind ik heel leuk. Dit kan ook met kerst. Ja, nou, we hebben meerdere kerstdagen, dus. Ja, elke dag en af. Ja, leuk stofje inderdaad. Ja. Velvet. Nou, we hebben de jurk aan. Wat vind je ervan? Heel leuk. Leuk, hè? Ik vind hem ook echt heel leuk. Nou, hij past ook perfect. XXS. En ik heb maat M in deze jurk. XXS. Ook de kleinste. Ja. Hij is ook echt perfecte lengte. Gewoon over de billetjes heen. Goed gedaan. High five. Of, is dit ook? Oh ja. Ja, die gaan we doen. Oké. Welke is dit? Jij hebt 32 volgens mij. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ik heb 36. Ja. Maar dit is het lezen toch? Ja, en dit is altijd leuk om lezen. Ik heb er eentje met deze, een beetje lijkt er beetje op. Mm. Met witte stipjes erin. Oh. En nog eentje met van die zwart met wit. Leuk. En ik wou ook een helemaal zwart. Ja, dat is met, altijd, met alles goed. Ik vind deze heel leuk. Wat? De taas, die is zo mooi. Je moet een beetje om je schouder doen. Leuk. En dan doe je hem altijd zo, dan staat hij altijd zo naar voren. Zo? Doe ik dat? Ja, en dan pak je hem en dan doet ze hem altijd zo. Dat weet jij. Ja. 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 Heel leuk. Kijk, Sarah heeft hem ook gewoon op je schouder van. Kijk. Dat kan ook zo, dat hebben we nog nooit gedaan. Ja, dat kan, allemaal. Het is niet heel handig, want zeg maar... Nee, het gaat hier vallen. Ja. Maar gewoon even voor de show is het natuurlijk wel leuk. Maar dit is dus een blazer. Die heeft echt, ja, de zwarte blazer is overal goed bij. Kijk. Zo, het is wel heet. Bloed heet. Net als een koud. Zit die goed, maar? Ja, hij is lekker lang. Ja, lekker oversized. Maar wel leuk. Is dat leuk? Ik ben dichtbij hoor. Ja, is leuk. Ja, tas erbij. Nou, de meid is helemaal ready. Leuk! Leuk! Nee, nog een laatste? Ja, als allerlaatst leren rokje. DVD voor jou. Oké. Dat denk ik ook. Ja, deze voor mij. Leuk, dit vind ik zo leuk voor het najaar. Met een panty of een legging eronder. En dan een trui of zo. Ik wou echt al super lang een leren boek in een leren. Ja. Heb ik van mama een leren boek gekregen. Dat lief. Ik ben zo benieuwd hoe het allemaal staat. Wel echt een mooi rokje. Ik hoop dat het er past. Het is lastig met rokjes. Ja. Wat cute. Helemaal cute. Oké, dan hebben we de rok aan. Ja. Vind je leuk? Ik vind hem heel leuk. Hij past helemaal perfect. Zullen we even laten zien?
Maar je kan hem ook helemaal stylen zoals je wil met een trui oversized. Leuke sneakers of cowboy laarzen. Nou, je hebt ook hele leuke laarzen aan. Dit was de video. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Jij ook? Ben je blij met de items? Ja. Ik vind het ook echt heel leuk. En dan gaan we gewoon een keer samen helemaal dezelfde outfit aandoen. Kunnen we naar Omi of zo. En dan denk je, nou, helemaal leuk. Vond je dit nou leuk? Let me know. Stel je hebt een ander leuk video idee wat we misschien samen kunnen doen. Kan je dat laten weten. Dan kunnen we misschien nog een keertje doen. Of dat we gaan opmaken of zo. Dat is ook altijd leuk. Dus laat vooral weten. En ja, vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te geven. Te abonneren. Te supporten. En dan zie ik jullie heel, heel gauw weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. Just give me a...